Ja, Karel, ben je nog blij of ben je teleursteld? Toch wel een beetje teleursteld, ja. Ja, sure, je weet dat het een moeilijke tegenstander is. Maar ja, als wij een beetje goed spelen, ik heb het wel goed regenmaatje en eventueel ik wil winnen. Nou ja, dat is jammer, dus ja, doe net. Hey, krijg of ziet het vast, hier neem alle energie jong in de hele finale, kruisfinale. Oh, ja, als je die eerste wedstrijd van Jood dat ietsje. België. Ah, dat doe ik een meter. Nou, toen wordt die tweede keer Valencia, de hele finale, die ging ook goed. Dus toch, nou, dat moet een beetje verstaren, die tactiek. En dan, ja, no. Ja, dan wil je die tactiek wel verstaren. Dan lijkt net per se een energie die je hebt, maar het is echt gewoon, ja. Je komt net lekker in je spul. Je weet dat ze goed binnen. En ja, daar toch, ja, het gaat wel mentaal een beetje spelen. En ja, ze spelen gewoon zelf heel degelijk. En daar is het moeilijk om zelf je speelt tussen te krijgen. Het was sleeuwbal en in één keer komt de versnelling, leek het steeds op. Ja, ja, sure. Maar ik kreeg de opslag de hele tijd. En dan, nou ja, dan kreeg je hem weg en dan kreeg ik hem meestal. Of zo heb ik het zelf een beetje beleefd. Ja, mijn tactiek wie toch wel krijgt 16 Valencia hut en dan op de borst. Maar dat slag er net hier al, krijgt wat de volle fouten. Ja, als je Valencia hoort van leeg spelen. En dat door de Belgen kijkt de toos. En ik koe wat minder goed Sietwaarts en Boppenhoorn speel ik hier een beetje lijst van mijn schouder. Maar ik hoop dat ik nog wel onderhoornse kracht erachter zet de koe. Maar ja, ik moet zelf net heel volle dek krijgen. Dus dat slag er net hier al.